Welkom allemaal bij deze Coach Plus van Tennis Vlaanderen. Vandaag gaan we het hebben over trainingskwaliteit. Het is niet wat we weten, maar het is wat en hoe we het doen waarmee we het verschil maken. Kijk vandaar ook naar deze presentatie. Niet uitgaand van dat wist ik al, maar vooral met de vraag, doe ik het ook? Als we spreken over kwaliteit van trainen, dan denken we vooral aan voorbereiding van je training, communicatie, efficiëntie, intensiteit, variatie en evaluatie. We gaan eerst deze 6 verschillende items kort bespreken, om dan uiteindelijk naar een voorbeeld over te gaan. Als we spreken over de voorbereiding van onze training, dan spreken we eerst en vooral over het bepalen van een doel. Een doel dat kan technisch zijn, een doel dat kan tactisch zijn, een doel kan fysiek zijn. Het kan ook zijn dat er een combinatie is van deze verschillende doelen. Als we eenmaal het doel van onze training bepaald hebben, is het ook belangrijk dat we ons doel gaan communiceren met de speler. Zodat de speler exact weet wat van hem of van haar verwacht wordt. Ja, als je doel gecommuniceerd hebt met de speler, zorg dan ook dat de timing van je training juist is. Ja? Zodat je alle doelen welke je voor ogen hebt, kan realiseren binnen de training. Een tweede belangrijk item als we spreken over kwaliteit van training is communicatie. Eerst en vooral communiceer in beide richtingen. Communiceer duidelijk naar je speler wat je van hem of van haar verwacht. Maar vraag ook naar feedback van je spelers hoe hij of zij de oefeningen ervaren. Communiceer juist en duidelijk. Dit is belangrijker dan vooral veel communiceren. En communiceer steeds constructief en positief. Een tip: bevestig naar de speler als je ziet wat je wil zien. Een derde item is efficiëntie. Kies steeds de juiste onderwerpen in functie van de noden van je speler. Koppel aan je technische of tactische accenten zoveel mogelijk puntensituaties. Op die manier breng je je training zo dicht mogelijk bij de wedstrijdsituatie. Start veel vanuit service en retour. Ten slotte zijn dit de belangrijkste slagen in tennis. Maak je speler bewust van het belang van de eerste 4 shots. Intensiteit. Verwacht van je spelers dat ze trainen zoals je verwacht dat ze wedstrijden spelen. Koppel intensiteit steeds aan focus. Intensiteit mag tenslotte niet ten koste gaan van het uitvoeren van de taken. Geef steeds het voorbeeld als coach. Uiteindelijk oogst je wat je zelf zaait. Las voldoende en korte rustmomenten in. Variatie. Uiteindelijk is modern tennis gevarieerd. Zorg daarom steeds voor een complete, of in het Engels uitgedrukt, de holistic approach. Train je variaties steeds zo dicht mogelijk bij wedstrijdsituaties. Zorg er wel voor dat op jonge leeftijd voldoende aandacht gegeven wordt aan technische accenten in de verschillende variaties. Maar blijf intussentijd voldoende vastheid trainen, zodat spelers hier op mindere dagen en moeilijke momenten op kunnen terugvallen. Evaluatie. Neem tijd voor een feedbackmoment met de speler. Vraag hem of haar: hoe heb jij de training ervaren en wat heb je ervan onthouden? Houd er rekening mee dat niet elke training evenveel resultaten heeft. Stel jezelf na de training steeds de vraag of het vooropgestelde doel bereikt is. Indien nodig, stuur bij voor je volgende training. Na de 6 verschillende items van trainingskwaliteit te hebben besproken,
namelijk voorbereiding van de training, communicatie, efficiëntie, intensiteit, variatie en evaluatie, nemen we nu als voorbeeld een oefening. Uiteindelijk is het doel van trainingskwaliteit zorgen voor een betere spelkwaliteit. Hetgeen we hier zien zijn Tilwit en Amélie die de opdracht gekregen hebben om voorhand gekruist naar elkaar te spelen. Zoals jullie kunnen zien is de intensiteit en de kwaliteit van de oefening niet erg hoog. Om de intensiteit en de kwaliteit van de oefening te verhogen, hebben we hier aan de oefening toegevoegd dat beide speelsters elke keer baandekking dienen te doen. De tweede opdracht die we toevoegen aan de oefening voorhand cross om de kwaliteit van de training te verhogen, is tijdsdruk. We vragen aan beide speelsters niet alleen om de baan zijwaarts af te dekken, maar ook om telkens de bal op te zoeken en vroeg te nemen. De derde opdracht die we toevoegen aan de voorhand cross oefening is het toevoegen van lengtedruk. We leggen bewust geen zones op de baan, omdat we de speelsters willen leren om te kijken naar hetgeen wat er aan de andere kant gebeurt. Als ze hun tegenstander naar achter kunnen duwen en ze zien de tegenstander naar achter bewegen, weten ze automatisch dat ze voldoende lengtedruk met voldoende kwaliteit hebben gegeven. Het is tenslotte niet alleen de zone waarin de spelers spelen, maar het is ook met welke balsnelheid en welk effect dat ze dat doen. Bij een goede uitvoering van lengtedruk en je kan de tegenstander naar achter duwen, ga je uiteraard kortere ballen in de baan creëren. Deze kortere ballen kan je gebruiken om dan ruimtedruk te creëren. Ruimtedruk wil zeggen de tegenstander zo ver mogelijk buiten de baan brengen. Het is belangrijk om steeds je oefeningen zo dicht mogelijk bij de wedstrijdsituatie te brengen. Vandaar dat we als laatste toevoeging service en retour gebruiken. We starten de oefening vanuit service. Het is belangrijk dat de speler de service daar speelt, zodat de retour in voorhand wordt uitgelokt. Want uiteindelijk zorgt een goede training voor gelukkige spelers. Zoals jullie hier kunnen zien, kan door een goede trainingskwaliteit de intensiteit van de oefening veel beter worden en veel dichter bij een wedstrijdsituatie liggen. We herhalen nog eens, een goede trainingskwaliteit bestaat uit een goede voorbereiding, een goede communicatie, efficiëntie, intensiteit, voldoende variatie en een evaluatie na de training.